ziek of krank, wel, koop dan de wonderdrank. De drank die heeft, dat is bewezen. Keizer Karel nog eens. Mensen, kijk, ziet gij daar die een kale kop? Eén druppel en er staan weer krullen op. Hé, hey, die zie je vreemd. Of zij daar, zij kon niets meer zien. Eén flesje en zij zak weer als voordien. Wat eet dat? Want ik wil ook nog lekkere taarten bakken voor het feest, hè? Ja, en ik ga alle heksen nog eens met alle heksen nog eens het verjaardagslied van Toka aan. En krijg ze nogmaals van die kuren? Ik leg haar telkens in de luren. Nu nog, zalige woorden. Ziet gij daar die arme kreupele bedelaar? Ja, gij daar met die kreupelbeen. Kom hier en gij zult lopen als voorheen. Nee, dat zal wel worden. Kom hier, vrouwen, en proef uw geluk. En straks zult gij lopen zonder kruk. Jupileer. Onze doorluchtige aartshertogen Albrecht van Oostenrijk en Isabella Clara Eugenia, dochter van zijn overleden hoogheid Philips II, koning van Spanje, in hun oneindige wijsheid en gesteund door onze moeder de Heilige Kerk behaagt het kwaad in de Lage Landen met wortel en tak, te vuur en te zwaard uit te roeien. Dus ik verwacht vanaf morgen, tot op het einde van de voorstellingen, dat iedereen perfect in orde hier vertrekt, in alle disciplinen, en zo naar de kerk gaat. Ook de soldaten, ook de fakkeldragers, iedereen perfect van in begin in orde. Ik wil niet dat er iemand dronken, binnen de figuratie, binnen de acteurs of de crisis. Let daarop, drink daarachter, zoveel drink dan de wind, dat kan mij niet schelen. Ik doe dat ook, achteraf. De
Oost-Vlaamse gemeente Laarne herdenkt deze dagen de heksenprocessen die er plaatsvonden in 1607. Precies 400 jaar geleden belanden vier vermeende heksen er op de brandstapel. Met de inzet van de inwoners van Laarne brengt het openluchtspektakel Heks en Vuur die gebeurtenis weer tot leven. 130 acteurs en 300 figuranten roepen in het spektakel de tijd op van begin de jaren 1600. De tijd dat onze streken onder het bewind stonden van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Zij geven ons hoop. Zij bidden voor ons om vrede en om rechtvaardigheid. Lang leven de aartshertogen! De blije tijd onder Albrecht en Isabella was soms ook een sombere tijd. Een tijd van heksenwaan. Van mensen die zich raar gedroegen werd al gauw gezegd dat ze heksen waren. Tovenaressen die met de duivel heulden. Meester, wij zijn tot alles bereid. Ja. Een vrouw die zelf als heks veroordeeld was in het naburige Overmeren, beweerde op de brandstapel dat 6 inwoners van Laarne ook omgang hadden met de duivel. Als dit zo is, zal ik niet nalaten vandaag nog over te gaan tot de vervolging van de heksen van Laarne. De 6 worden opgepakt, 1 man en 5 vrouwen. 4 vrouwen bekennen na foltering en worden veroordeeld. Tot de dood op de brandstapel. 1 vrouw bekent niet en wordt vrijgesproken. Ook de man ontkent, zelfs bij foltering, toch wordt hij verbannen. De 4 veroordeelde vrouwen komen op de brandstapel terecht. De gemeente Laarne wil van deze duistere geschiedenis een toeristische trekpleister maken. En deze gelegenheid namelijk dat hier 400 jaar geleden de laatste heksenverbrandingen gebeurd zijn, is een heel mooi aangrijpingspunt om nu verder Laarne als echte heksengemeente te gaan promoten en duidelijk te gaan stellen, zowel naar binnenland en ik ga grote ambitie hebben ook naar het buitenland. En dat was het voor dit late journaal van vrijdag 31 augustus. Fijn dat u keek en ik wens u nog een zachte nacht. En heren, mensen van Laarne en omstreken. Om 8:15 zal onze baljuw, Jan Schepens, verschijnen op het bordes van het gemeentehuis. Hij zal er zijn volk toespreken. Komt dit zien en komt dit horen. Men zeggen het woord. Mensen van Laarne, verheugt u. Glorierijke tijden staan Laarne te wachten. Nu, na de trieste dood van onze vorst Filip II, verwekt de komst van de aartshertogen Albrecht en Isabella grote hoop.
ook voor de Nederlanden, ook voor Laarne, ook voor de mensen van Laarne. De donkere eeuwen van Vlaanderen liggen achter ons. Wij hoeven niet meer in angst en onzekerheid te leven. Op tijden dat de kwade macht en de verschrikkelijke gevaren ons van alle kanten bedreigden, zijn we gelukkig voorbij. De oorlogen hebben ons volk verarmd. De oorlogen hebben ons volk vernietigd. Van alle kanten dreigen kwade machten en verschrikkelijke gevaren waar wij als mens geen verweer tegen hadden. Overal komen de duiven uit. Aan ieder kruispunt wacht hem zo. De duiven sliepen. De duiven rusten. Uit het water van de wallen sticht nevel. Nevel waarin kwaad en onheil zich verscholen. Maar ook het spook van de honger waren van de voorgang. Onze oogsten mislukten, onze dieren stierven.